Maar ja, ik was dus gisteren en eergisteren was ik dus thuis. Maar ja. Ja, ik was dus niet echt ziek. Ik was helemaal kapot. Ik heb al heel veel in bed gelegen. En ja, zo. Een baaldag. Een baaldag inderdaad, ja. Maar dan een baaldag dat ik gewoon echt aan het balen was. Zeg. Maar ja, niet dat ik gewoon aan het klussen was of zo. Maar gewoon echt alleen maar een beetje het zwelgen en het zelfmedelijden, zeg maar. Een beetje huilen. Lig je met het dekens over je hoofd. Ja, een beetje huilen als een aangeschoten wild, zeg maar. De buren zullen wel gedacht hebben, wat gebeurt er toch allemaal hier? Ja, zijn ze nou een schaap aan het slachten ergens? Is nou? Of hebben ze nou een hert aangereden? Zo? Ja, precies. Gewoon dier. Maar goed, ik was dus gisteren lag ik in bed te huilen, zeg maar. Ja. En ik ging de bel en ik verwachtte een pakketje. Dus ik gauw een shirt aangetrokken en mijn tranen weggevreven, zeg maar. Dus ik naar beneden. En toen ik maakte de deur open en ik was nog helemaal, ja, ik had mijn haar niet gekampt. Je dacht, er komt een mooi pakketje aan. Ik dacht, er komt een pakketje aan, inderdaad. En toen was het dus iemand van Greenpeace. Die een colporteur. Dus, een colporteur, inderdaad. En die begon dus tegen mij over, het zou niet zo lang duren. En ik zou wel denken van wie hij wel niet was. En hij wou even met mij praten. Hij was van Greenpeace dan. En hij wou het hebben over de plastic soep, zeg maar. Wat jij ervan vond. Wat ik ervan vond, inderdaad. En had je moeten zeggen, ja, klinkt niet lekker, maar ik hou ook niet echt van soep. het is wel waar. Maar, ja, maar ja, waar. Ik was zo verbouwereerd, eigenlijk teleurgesteld, zeg maar, dat het niet mijn pakketje was. Oh. Dus ik zei tegen die gast van, ja, sorry, ik ben hard aan het werk. Ik heb hier echt even geen tijd voor. En ik doe de deur zo terug voor hem dicht. En hij dan zegt, aha! En dan trekt hij zo'n masker van zijn gezicht en zegt hij, ik ben helemaal niet van Greenpeace, ik ben de controleur. De armo, ja. Als een soort Scooby-Doo reveal, ja, zeg maar. Ja, we lachen er nou op, maar het was wel een angst die ik had. Maar het is toch ook, ja, nu is het zaterdag, dus nu durf ik al naar jou toe te gaan, zeg maar. Ja. Maar ik zou, als gisteren zei hij van, we kunnen ook vandaag podcasten. Dat zou ik toch echt niet durven, hoor. Dat is toch wel een bepaalde angst in. Hè? Ja, dat snap ik wel. Net of mijn werkgever na 2 dagen al een arbeidscontroleur had gestuurd. Dat ik wel echt ziek ben, denk maar. Ja. Als dit nou de 10e keer was dit jaar dat ik ziek was. Maar dit is de eerste keer in een jaar tijd dat ik een ziekteverlof heb genomen, ja, zeg maar. Ja, dat valt wel mee. Dat valt wel mee, ja, ik heb afgelopen jaar echt wel mijn best gedaan. Maar wordt ook niet gewaardeerd, maar... Hey, flink doorgezet, ja, precies. Dan. Ja. Terwijl het niet altijd meevalt, hè? Nee. Maar nu je het zegt over die colporteur, ik had donderdag of woensdag of zo, had ik ook iemand aan de telefoon. En die, dat was gewoon een nummer uit Arnhem. Dus ik dacht, nou, dat neem ik op. Meestal, ja, als het onbekend nummer is, dan neem ik al niet eens op. Of een nummer uit Amsterdam of zo. Dan denk ik van, ja, dat is toch niet voor mij. Zeg maar, dat is toch niet iemand die persoonlijk voor mij belt. En zei, ja, meneer, was een en dat vond ik ook al frappant. Het was een Arnhems nummer, maar de vrouw kwam uit Vlaanderen. Ja. Dat vond ik al raar. Misschien dat daar goedkoper is of zo. Maar zij vroeg van, bel ik gelegen. Zei, nou, als je Vlaanderen zegt, dan moet ik altijd, haal ik altijd Vlaanderen en Vlaardingen door elkaar. Hey, maar ja, uit Vlaardingen. Belde Hannie jou nou op? Maar ja, misschien was zo. Misschien komt. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar ze had een Belgisch accent dus. Ja, inderdaad. En... Hoeveel jaar bellen gelegen? Ik zei nee, niet, maar eigenlijk niet, maar waar gaat het over? Ja, het gaat over, ik wil u een aanbod doen voor lager tarief energie. Want er stond vanochtend ook in de dagbladen dat het vanwege het coronavirus zijn de prijzen omlaag gegaan. Ik zei, sorry, hoe kan dat? Ja, vanwege het coronavirus. Dat stond vanochtend in het dagblad. Ik zei, wat voor virus? Ja, coronavirus. Corona? Is dat van dat bier of zo? Ah, nee, meneer. Er staan alle kranten weer vol. Ik zeg, ja, dat is echt totaal nieuw voor mij. Zeg maar echt werkelijk gewoon helemaal niks. Het is echt gewoon nieuwe informatie voor mij. En dan ging ze echt zo een paar minuten door. Nou, niet een minuut of zo. En zei ze, ah, meneer, het is geen 1 april, hè? Klik. Dus ik heb gewoon een telecolporteur. Wow. Heb ik gewoon boos gekregen. Dus ik hoop dat ik op een gegeven moment... Van je bucketlist, zeg maar. Dan. Ja, ja, precies. Ik hoop dat ik op een gegeven moment op een soort... Dat ze een bel hem niet register maken, maar ik kan inkomen staan. Ja, want bel hem niet, want het kost gewoon veel tijd. Ja, en ik ook bijstaan, want als ze mij dan bellen, dan ga ik helemaal mijn depressieve verhalen ophangen. Dan, zeg maar. Jij bent een soort zelfboord. Lijn, zeg, ja, maar. Dan mensen die jou bellen zelfmoord willen plegen. Oh. Je bent geen 113, maar 311, zeg maar. Precies het tegenovergestelde veroorzaak. Ja, precies. Praat mensen die volledig gezond zijn, praat jij zelfmoord, ja, aan. Hoe noem je dat? Hoe noem je mensen die telefoonverkoop doen? Telemarketeer. Telemarketeer, inderdaad. Dat er dan dus een soort van zelfmoordgolf ontstaat, zeg maar, onder al die telemarketeers, zeg maar. En dat ze dan dus gaan... Ja, dat is ook een heel groot... Wordt er onderzoek gedaan, inderdaad. Van, waar hoe komt dat nou? Waarom ontstaat dat? En dat dan blijkt dat al die mensen met mij hebben gesproken, zeg maar.
Het zou zo'n mooie aflevering voor Fringe of voor X-Files of zo zijn.